Hij zei echt van ja, ik ben totaal niet sociaal en als ik een relatie heb, dan ga ik niet mee naar je familie. En gevoel was ik gewoon mijn vrouw kwijt. Toen hebben we ook echt het meeste ruzie gehad dat we ooit hebben gehad. En ik heb nu ook gewoon geaccepteerd van ja, het is gewoon mijn manier met omgaan van emotie is dat ik heel boos word. Hebben jullie een monogame relatie? Hallo! Oh. Ik zat echt met een hele grote nette glimlach. Ja, we hebben net de thumbnails opgenomen, ja. Sven dat dacht dat er nog een foto kwam. Maar dit was een video. Die is echt awkward hoor. Mag ik erin blijven? Ja, voor mij wel. Oké, nou, hallo allemaal. Ik heb wel een streepje shirt dan. Ja, maar dat is, gaat wel goed hoor. Oké. Kan mijn camera wel. Wij hebben besloten dat we een aantal video's samen gaan opmaken. Opnemen. Zo. Ja. Want we hebben allebei wat meer tijd. En we vinden dat heel leuk om te doen. Jullie vinden het volgens mij heel leuk om te zien. Dus, hier zijn we. Ja, heftig hè? Back in business. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben? Onze relatie. Ja, en relaties in het algemeen. Nou, daar kunnen we een week voor uittrekken hoor. Nee. Ja, kunnen we doen. We kunnen ook andere mensen een advies geven waar ze niks mee hoeven te doen. Ja, precies. Dat is het mooie aan advies, hè. Sommige mensen denken dat advies iets is wat je echt per se moet. Dat je er iets mee moet. Ja. Ja. Ja, dat hoeft dus niet. Bij deze, wij zijn geen experts. We claimen niet de waarheid in pacht te hebben. Verder van. Doe er lekker niks mee als je er niks mee wil doen. Doe er lekker wel wat mee als je er wel wat mee wil doen. Het is gewoon entertainment, ja. Dit. En als je nou, niet dichter bij perfectie kom je eigenlijk. En als je het niks vindt, als je nu al zat bent van Sven. Nee. Ja, dan snap ik dat ook. Ja. Dan klik je gewoon weg. Ja. Goed, de eerste vraag. Ik heb op Instagram een vraag. Deze is origineel, zeg. Ja, die had ik nooit verwacht. Die zou komen. Nee, maar het is wel leuk om het te beantwoorden. We gaan dus aan de hand van een aantal vragen gaan we deze video doen. En misschien, ja, we gaan gewoon lekker in gesprek samen. Maar de vraag is, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wil jij het vertellen? Ja hoor, wij hebben elkaar ontmoet op de sportschool. Mm-hmm. En daar hebben wij elkaar, want dat is meteen vraag nummer 2, pakken we er meteen bij. Was het liefde op eerste gezicht? Nee, verder van. Ik denk dat we elkaar zeker 5 jaar... Ja. Yeah. Ja, ik weet dat. Ik kan dat dus niet echt meer terughalen. Ik denk vond jou wel. Wel. Ik was er gewoon. Ik was echt ruim 4 jaar bewust van jou. Ja, ik weet niet meer hoe lang het was. Ik denk echt wel lang hoor. In ieder geval, we zijn begonnen te praten, denk ik, in 2014, zoiets. We hebben een. Ja. Misschien wel eerder al. We hebben een relatie gekregen in 2015. Dat weet ik wel. Ja. Dus we hebben nu 8 jaar een relatie. Officiële datum hebben we niet, want ik heb geen verkering gevraagd. Mannen, vraag je vrouw verkering. Op een gegeven moment zei hij gewoon van, ik heb nu een hippe vriendin. Dus dacht ik, oké, dan hebben we kennelijk een relatie. Maar we hebben het inderdaad nooit officieel bevestigd. Maar het is ergens begin 2015, februari 2015 of zo geweest. Ja. Maar ik ging dus sporten op een sportschool en daar was een mevrouw die gaf Zumba. En dat was Meloes. Maar jij had destijds een relatie. Ja. En ik kreeg later ook een relatie. En dat ging toen eigenlijk uit. Maar jou. Voordat jij jouw relatie had, was je niet echt geïnteresseerd in mij. Alleen om door het raam te kijken. Maar alleen te kijken. Met alle respect. Toen dacht ik al dat je way out of my league was. Ja, dat snap ik nog steeds niet. Dus Dus ik heb heel lang gedacht, oh, dat is echt een mooie vrouw. Maar veel te mooi voor mij. En daar heb ik echt lang gedacht hoor. Ik ging ook, dit klinkt heel stalkerig. Ik ging ook vaak sporten als Meloes moest lesgeven. Terwijl ik eigenlijk de hele dag de tijd had om te sporten. Maar je hebt er dus nooit wat mee gedaan. Of ook niet de intentie gehad om er überhaupt iets mee te doen. Weet je, mooi. Ik was hartstikke bang. Ja. En toen kreeg je op een gegeven moment een relatie. En toen was het sowieso. Wij zijn allebei in een relatie dat we dan gewoon ons niet openstellen voor een ander, denk ik. Nee. Want we zijn toen, want toen kreeg ik dus echt wel interesse, want toen was mijn relatie uit. En ik vond je altijd wel een hele knappe man. Maar ik wist verder echt niks. Ik wist alleen dat je Sven heette. En dat ik golfde.
En dat je golfde. Nou, dat is een goede vooroordeel hoor. Ja, maar ik had wel jouw, weet je, ik zou niet op een typische golfer per se vallen. No offense naar alle golfers die kijken. Nou, die stigma is ook een beetje weg. Ja, stigma is inmiddels een beetje weg, maar nou, ik wist daar niks van. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik vaak YouTube filmpjes zie en of Lang Levende Liefde of wat kijk jij, B&B. Dan is wel de stereotype golfer wordt nog steeds stereotype golfer. Ja, de tv houdt het een beetje in stand. Ja. Maar goed, jij mist mij kende mij niet. Nee, ik had wel in het systeem opgezocht waar je dan woonde. Nou, die woonde in Boerakker. Dat ik echt dacht, want... Bij mijn ouders op mijn 24ste. Ja, maar dat wist ik toen nog niet. Want living the good life. Ik dacht, waarom woon je in Boerakker? Ik dacht echt dat jij in Groningen woonde of zo. Ja, maar ik zag dus Boerakker. Maar hij woonde dus nog bij zijn ouders. Omdat hij toen professioneel golf speelde. Poging deed tot, Ja, precies. Nou, ik had een droom. Ja, maar je was wel fulltime golfer. Ja. En je speelde wedstrijden. En je speelde in het buitenland. En je ging op reis. En... Ja. En heel veel mensen denken dat je daar heel veel geld mee verdient. Ik ben heel veel geld kwijtgeraakt. Dus hij had geen mogelijkheid om op zichzelf te wonen, om zijn sport te kunnen doen. Nee, dat is wel echt fulltime baan, dat die geld kostte. Ja, en je had ook echt een sponsor op een gegeven moment. Ja. En dan nog haalde je er zelf echt 0,0 uit. Nee. Maar in ieder geval... Ik was toen geïnteresseerd, dus ik probeerde contact met jou te krijgen, wat echt... Godse mogelijk was. Goed hè? Echt. Op een gegeven moment heb ik echt al mijn collega's... Nee, dat is niet waar. Ik heb een collega, wat nu een beetje gezamenlijk een vriend van ons is, Remco, ingeschakeld. Als Sven in het pand is, laat het me weten. Dus dan kreeg ik appjes van Sven is er. Ja, dus eigenlijk, ik heb jou eerst 3 jaar gestalkt. Ja, en toen ging ik jou stalken. En daarna heb jij mij 1 jaar gestalkt. Ja. En toen op een gegeven moment, want iemand vroeg ook van hoe was de allereerste date? Ja, dat weet ik niet echt, want de allereerste date was geen date. Nee. Onze allereerste afspraak was gewoon vriendschappelijk. Ja. Want jij had een relatie. En ik weet toen ook nog dat ik jankend bij Rashida, een vriendin van mij, op de stoep heb gestaan. En zij dacht dat er wat gebeurd was of zo. Ik zei, nee, hij was gewoon zo lief. Maar jij praatte toen heel vriendelijk over jouw vriendin en zo. En ondanks dat ik er later achter kwam dat die relatie echt niet perfect was. Niet echt, nee. Maar je praatte heel positief en lovend over haar. En toen dacht ik echt, ja shit, weet je, dit... En ik ben helemaal niet iemand die dan gaat stoken in een relatie. Dus ik dacht van, nou ja, weet je, dan is het dus niks. Nee. Dus toen uiteindelijk ging de relatie uit. Ja, wat echt een tijdje later. Ja. En toen dacht ik, yes, want ik had wel door dat je ook wel geïnteresseerd was inmiddels. Ja. Maar toen had jij zoiets van, ik wil geen relatie. Nou ja, als je dan uit een net niet helemaal lekker lopende relatie komt, ja, dan ben ik de laatste persoon die denkt, yes, ik duik weer in een relatie. En dat heeft echt zo lang geduurd? Een jaar. Ik denk wel een jaar inderdaad. Ja. Oh, en dat was echt hel, vond ik. Ja, maar ik heb wel echt wel mezelf gedowngrade en eerlijk geweest. Het is niet dat ik je aan een lijntje hield. Nee. Maar dat was het frustrerende wat jij zei. Van, ga maar gewoon verder kijken. Ja. Wacht niet op mij. En... Ik was super lief daarin. Ja, en ik had wel zoiets van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. En ik heb het wel geprobeerd. Ja. Maar ja, dat lukt natuurlijk helemaal niet als je iemand in je hoofd hebt. Nee, niemand die komt even naar mij. Nee, daarom. Ja, het is wel zo. Dat vond ik wel. Nou ja, dus maar, in ieder geval. Ja, lang verhaal kort. Op de sportschool en was het liefde op het eerste gezicht? Nee, niet echt. Nee, maar ik vond wel je interesse wel... interesse op de eerste gezicht. Nou ja, in de zin van dat ik je altijd heel knap vond. Ja, ik jou ook. Maar ja, ik wist verder niks van je. Dus nee. Liefde qua uiterlijk op het eerste gezicht. Ja. Maar qua karakter wist ik het echt niet. Nee. En jij hebt jezelf in die eerste dates, in die eerste afspraken zo in de markt gezet dat ik dacht, nou, dan is het kennelijk niks voor mij. Nee, ja, dat was ook de bedoeling. Maar het is niet gelukt. Ik had toch, hij zei echt van ja, ik ben totaal niet sociaal en als ik een relatie heb, dan ga ik niet mee naar je familie en ik ga ook nooit mee naar je vrienden en ik lig alleen maar op bed films te kijken. En... In theorie, in de kern, was dat ook echt wel iets wat ik voelde toen. Ja, en ik, weet je, dat is echt niet waar ik op val, maar toch dacht ik had gewoon zo'n gevoel toen had ik van... al slaap op, nee.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Want jij sliep echt veel inderdaad. Ja. Ja, dat is wel waar. Ja. Hoe ging het samenwonen in het begin? Ja, voor mijn gevoel ging dat zo vlekkeloos. Ja, maar ik denk ook omdat het gewoon heel geleidelijk is gegaan. Weet je, het is niet kreeg dat op een gegeven moment een la. Je kreeg een la, ja. Want kijk, ik woonde in een appartement waar in principe Sven niet bij mocht wonen. Want er mocht maar één persoon in, zeg maar, vanwege de huurovereenkomst. Ja. En we konden gewoon niet iets anders betalen toen. Ik was ondernemer, jij was golfpro. Ik was blut. Ja. Maar ja, er was gewoon geen optie. En we hebben het er ook nooit over gehad om dan samen iets te huren of zo. Ik zat gewoon prima. Maar het was ook gewoon geen optie, dus we hadden het er wel over kunnen hebben, maar... Nou, dat niet gebeurd. Ja, maar ik heb er ook nooit over nagedacht of zo. Maar het ging ook best vlekkeloos. Ja, het was gewoon prima zoals het was. En jij woonde eerst nog echt bij je ouders en ik woonde op mijn eigen plek. En toen ging je steeds vaker af en toe een nachtje bij mij slapen. En toen vaker. Ja. En toen op een gegeven moment woonde hij wel ongeveer daar. Ja. En toen wilden we op een gegeven moment een huis kopen. Was dat echt onmogelijk? Ja, dat was wel echt een frustrerende tijd. Want ik had toen nog helemaal niet zoveel inkomen als ondernemer. En je moet 3 jaar een goed inkomen hebben. Dus ik kon, ik weet nog wel. Wij hebben echt ook op een hele, omcirkelige manier via iemand die wel een hypotheek kon en geld lenen. En het was heel omslachtig allemaal. Ja, ik heb nog een beetje... Ik geniet ervan. Maar en fun fact, mijn ouders hebben ons echt moeten helpen in de zin van om deze hypotheek te krijgen. Ja. Terwijl deze hypotheek helemaal niet veel hoger is dan de huur die ik daar betaalde. Nee. Maar ik kreeg gewoon geen lening van de bank. Je kreeg niet eens een gesprek. Nee, in het begin niet, nee. Later kregen we wel een gesprek, dat was echt 1 jaar of 2 jaar later. Ja. Maar alsnog, maar ik verdiende toen echt best wel goed. Ja, maar dat is echt bizar. Ja, maar goed. En als ondernemer, ja. Als ondernemer was het toen, ik weet niet hoe het nu is, was het echt wel lastig. Maar het ging goed, vond ik. Ja. Samenwonen. Ja, het ging goed. Ja, ja. Ja. Dus en... En we woonden echt, echt klein. Als je nu kijkt hoe wij woonden, dat is letterlijk de benedenverdieping hier. Ja, nog niet eens. Ik denk dat het kleiner was dan onze benedenverdieping. Ja, veel kleiner. Alles bij elkaar. Als ik nu moet ik heb nog wel een room tour, een house tour staat er nog op. Die link ik wel even hieronder. Als ik nu naga dat wij samen in dat bed hebben geslapen voor 3 jaar? Ja, ik denk wel lang. Ja, 3 jaar. Want, nee, in 2019 zijn we hier komen wonen en in 2015 kregen we een relatie. 4 jaar. Ja. 4 jaar in zo'n 1,40 bed of zo. 1,60, 1,40. Ja. Bizar. Ja. Ja, maar goed, nu hebben we dus dit huis. Ja, nee, we hebben gewoon paleisje. Grotendeels een hypotheek en deels een lening bij mijn ouders. Dus we betalen mijn ouders af en we betalen die hypotheek af. Ja. Dus zo is het geregeld. Heb je wel eens getwijfeld aan de relatie? Of hebben jullie wel eens een tijdelijke break gehad? Nee, dat laatste nog nooit. Nee. Ik heb 1 moment gehad dat ik wel dacht van holy moly, ik hoop dat dit wel weer terug gaat naar normaal. Dat was echt vlak na jouw bevalling. Oké. Dat vond ik wel echt die 2 maanden of zo. Wat vond je daar het heftigste? Jij was gewoon niet jezelf. Nee. Dus voor mijn gevoel was ik gewoon mijn vrouw kwijt. Toen hebben we ook echt het meeste ruzie gehad dat we ooit hebben gehad. Dat denk ik ook, ja. Ja, gek. Dat is echt dat is niet ik kan het niet terughalen. Nee, ben je blij. Volgens mij als vrouw vergeet je dat gewoon. Ja. En ik hoop oprecht dat het deze bevalling anders... Ik zit er deze bevalling iets beter in. Toen hadden we, had ik nog heel veel andere dingen. Ja. Dus maar wat vond je dan... Wat was het grootste verschil in mijn persoonlijkheid? Ja, voor mijn gevoel, ik kon echt niks goed doen. Maar echt niks goed doen. Nee, dat is zo. Ik had echt in mijn hoofd van dit moet zo, dat moet alles, zo, dat maar, moet zo. Niet alleen bij de baby. Bij het hele huishouden moest op een bepaalde manier. En ik werd helemaal gek. Dat was echt bizar. En elke keer heb ik gewoon voorgenomen, het is tijdelijk, het zijn de hormonen, het komt wel weer goed. Maar dat vond ik, en natuurlijk, ik zat zelf niet heel lekker in mijn vel. Door omstandigheden. Dus dat vond ik wel echt een hele taaie periode.
Kan ik me echt voorstellen. Ik kan het niet zo terughalen, maar wel een beetje. En ik denk echt wel, ja, dat je wel het moeilijk hebt gehad. Ja, maar goed, het was meer dan waard. Maar achteraf, ja. En ik ben ook heel blij. Ik geloof wel echt oprecht, en dat klinkt nu heel radicaal, maar ik geloof wel echt dat een aantal mannen zouden hebben gezegd van ja, dit is gewoon niet oké. Nee. Volgens mij heb ik er wel redelijk mee omgegaan. Je bent er heel goed mee omgegaan. Ja. En wat heeft je... Want je twijfelde toen dus een beetje. Wat heeft je toch toen besluiten? Ik twijfelde niet per se. Ja, misschien wel een heel klein beetje. Maar ik heb nooit echt gedacht van joh, ik ga weg. Maar ik heb wel altijd in mijn achterhoofd gehad van ja, het ligt gewoon aan de hormonen en aan een nieuwe situatie. En alles moet wennen. En ja. Er is een licht aan de horizon, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat is denk ik inderdaad als je het kan verklaren. Want dat heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld als je partner een burn-out heeft of zoiets. Dat je dan kunt verklaren van oké, hier komt het door. Ja. Dus het is niet een persoonlijkheidskenmerk. Maar het is wel heel bizar. En ik ga ervan uit, want volgens mij hebben heel veel vrouwen dat. Dat denk ik ook. Je hebt letterlijk een soort van persoonlijkheidsverandering voor een tijdje. Ja, maar ik weet ook dat ik toen echt dacht van joh, laat mij maar voor altijd thuis zitten. En dat gevoel was zo sterk dat het mij zelfs bang maakte. Ik wilde nergens meer heen. Ik wilde alleen nog maar met mijn baby op de bank zitten. Ja. Ja, en ook echt alleen jij met je baby op de bank zitten. Zeg maar. Het was jouw baby. Dat kan ik me dan niet meer herinneren, maar ik kan me wel voorstellen. Ja, maar goed. Ja, en ik had dus precies in mijn hoofd van zo moet zij slapen, zo moet zij eten, zo moet de borstvoeding, zo moet alles. Ja, echt alles. Ja. En nu, bizar, ja, nu hoop ik inderdaad dat we dat meer in overeenstemming. Want ik denk wel dat ik daar ook in veranderd ben. Dat is denk ik ook een beetje de rode lijn die onze relatie echt... Want ik kreeg ook een vraag, die is, heb ik verder. Jullie komen over als een ijzersterk koppel. Hoe doen jullie dat? Maar ik denk dat echt onze kracht is dat we allebei echt aan onszelf hebben gewerkt. Denk je niet? Ja, zeker. En we zijn heel erg bewust van het feit dat we zelf niet perfect zijn, denk ik ook. Ja, dat heb ik wel moeten leren. Ja, ik iets makkelijker dan jou. Maar... Ik kon echt geen sorry zeggen en ik kon niet mijn fouten aan. Dat was ook even niet punten. Ja, waar we botsten. Ja. Ja. Oh, dat kan ik ook. Ja, ik kon echt geen sorry zeggen. Dan zei jij kon letterlijk 100% zeker de aanleiding zijn geweest. En dan dacht ik, ach, laat ik maar sorry zeggen, want ik heb hier helemaal geen zin in. En dan was het prima. Ja, maar dat heeft wel onze relatie gered, denk ik. Want als jij ook stug zeker, had volgehouden, dan was er geen land met mij te bezeilen. Nee, ik wist ook 100% zeker dat jij... Ja, er is geen enkele discussie in het begin waarvan jij tot de conclusie kwam... Ah, dat was dat niet ligt zo aan handig voor mij. En ik denk wel diep van binnen dat je het wel wist. Ja. Maar ik wilde dan, ik ben best wel goed in debatteren. Dus ik kan het altijd wel soort van zo draaien dat het lijkt alsof het aan de ander ligt. Ja, dat kun je echt super goed. Ik moet echt de Tweede Kamer in. En als ik moe ben, dan word ik alleen maar geïrriteerd en kwaad. Dus dan kan ik helemaal niks meer bedenken. Nou, dan verlies je de discussie altijd. Dat is ook een irritant, hoor. Ja. Ja. Maar nee, ja, ik denk wel, de kracht van onze relatie is één zelfreflectie. Is bij ons best wel heel groot geworden. Ja. Communicatie is ook echt wel super goed geworden. En we zijn heel erg bewust van hey, dit zijn mijn valkuilen, dit zijn jouw valkuilen. En we kennen elkaar gewoon heel goed. Ja, kijk, en ik denk dat we elkaars onzekerheden durven uit te spreken, zeg maar. Ja, en ik denk heel erg... wat ik heel mooi vond, je hebt een boek van, ik heb daar vaker over gepraat, van Jan Geurs, Verslaafd aan Liefde. En daar staat ook heel duidelijk in van als je ruzie hebt of als jouw partner iets doet om wat jou heel veel pijn doet, dan kan je altijd bedenken van joh, dat doet hij niet om je pijn te doen, maar hij zit gewoon in zijn niet zelf, zeg maar. Dus ja. Het is een thema wat bij hem of haar wordt aangeraakt. Een kinderlijke van. Ja, precies. Dus het is een kindsdeel wat niet vervuld is, wat er nu uitkomt. En dat is dus het ego van een persoon en niet de persoon zelf. En bijvoorbeeld, Sven kan best wel boos worden. En voorheen... Best wel behoorlijk boos. En voorheen ging ik er dan tegen in. En dan kregen we ruzie.
En nu besef ik me heel goed van, hé, dat is gewoon jouw manier van uiten. En weet je, het is oké okay als ik jou... Ik zeg dat heel vaak tegen mensen. Ik word echt, zeg maar, heel kwaad / agressief. Niet dat ik mensen wat aandoe, nee. Maar ik heb wel dat ik tegen een bank aanschop of zo uit frustratie. Maar het is dezelfde emotie als dat iemand in tranen uitbarst. Het is gewoon emotie die eruit moet. En voor sommige mensen die gaan beginnen te huilen. Ja, en sommige mensen worden heel agressief. En agressie is iets heel negatiefs voor heel veel mensen. Maar in theorie is het dezelfde emotie. Alleen doordat het zo negatief is, komt er nog een negatieve emotie bovenop. Omdat je veroordeeld voelt dat je dat niet mag doen. En hoe meer je dat niet mag doen voor je gevoel, hoe slechter het wordt. En ik heb nu ook gewoon geaccepteerd van, ja, het is gewoon mijn manier met omgaan van emotie is dat ik heel boos word. En als ik dat doe en accepteer, dan word ik wel echt minder boos. Ja, ja, want het is echt minder. En voor de duidelijkheid, dus hij wordt niet boos op mij. Hij slaat mij nooit, je hebt me nog nooit aangeraakt of wat dan ook. Maar inderdaad wel schoppen tegen de bank of slaan tegen de muur of zo of zoiets. Ja, je pols bijna breken. Ja, we zijn echt heel lang een polsblessure gehad. 2 jaar ruim. En we hebben volgens mij nooit verteld, maar dat heeft hij zichzelf aangedaan door te slaan tegen een bokzak die we toen in de schuur hebben staan. Die bokzak is ook verdwenen. Ja, dat was echt, ik heb wel echt veel, ik heb mijn pink een keer gebroken, mijn ringvinger een keer gebroken op mijn driver, dat soort dingen. Ja, het is wat het is. Ja, maar voorheen, ik ben me er heel erg bewust van dat ik nooit iemand iets aan zou doen. Ja. Maar voorheen werd ik dan boos, inderdaad, omdat jij boos was en omdat ik dat niet vond kunnen. Ja. En nu kan ik accepteren van, oké, ik barst in tranen uit en hij wordt boos. Ja, laat hem maar. Ja. En dan inderdaad, en jij bent daar zelf heel erg in gegroeid, omdat je dus jezelf daar heel erg in kent en jezelf daarmee om kan gaan. Ja, en ik denk dat we dat... Ja. En ik denk dat jij dat ook bij mij hebt, dat als ik soms een beetje onredelijk doe, dat jij ook mij gewoon meer kan denken van oké, ze is gewoon even... Het is wat het is. Niet zichzelf. En het komt wel weer. Ja. Ja. Hoe wisten jullie dat degene de ware was? Ja, ik weet het niet. Ik wist het heel snel. Maar hoe, weet ik niet. Gevoel, denk ik. Ja. Ik wist eigenlijk na een jaar dat ik je wel wilde trouwen. Ja, dat is best wel bijzonder, hè? Want toen... Als ik nu terugkijk, hadden we echt niet de stevige relatie die we nu hebben. Maar toch voel je wel van, joh, je wilt voor elkaar werken. Je kan alles met elkaar bespreken. Je laat elkaar vrij. Ja. Dus de basis is er. Ja. Ik denk dat dat het is. Want ik heb jou echt 2 jaar nadat we een relatie hadden ook ten huwelijk gevraagd, volgens mij. 3 jaar, 2 jaar? Dat denk ik ook. Vrij snel. Ja. Ja, ik weet het echt niet. Dat is gewoon gevoel, ja. Ja, daar heb ik echt geen antwoord op, jij wel? Nee, nou dat denk ik wel. Dus dat de basis gewoon goed zit. Ik heb ooit ergens gelezen van, joh, je moet niet trouwen met iemand die je nog hoopt te veranderen. En dat heb ik altijd wel in mijn hoofd gehad. Daar heb ik wel mijn best voor gedaan, maar is niet gelukt. Om mij te veranderen? Nee, joh, dat is perfect. Nee, je moet iemand gewoon 100% accepteren zoals die is. En natuurlijk kan je dingen bespreken. Maar je moet niet hopen dat er nog iets gaat veranderen. Want dat is niet goed. Nee, dat geloof ik ook niet. Je moet echt niet je... Als je na 2 jaar nog niet je partner kan accepteren voor hoe zij of hij is, dan denk ik niet dat het een hele goede relatie is. Hoe is jullie vertrouwen in elkaar? Ik denk dat die inmiddels gewoon echt 100% is. Ja, voor mij toch? Blind, ja. Ja. Voor mij was het ook al heel snel. Ik heb nooit echt... Nee, daar nooit issues mee gehad. Nee, hè? Je hebt wel af en toe... Ja, we zijn wel af en toe allebei een beetje jaloers. Maar niet op een manier dat we elkaar niet vertrouwen. Maar meer dat we dan... Nou ja, ik kwam ook uit een relatie waar jaloezie een rol speelde, zeg maar. Ja, dat wilde ik absoluut niet. Dus dat... En dat vond ik in het begin best wel lastig. Dat kan ik me voorstellen. Ik kom uit een relatie waarin mijn partner achteraf heel ontrouw was. Al jaren. En ik was dus ook heel bang dat ik een man nooit meer zou kunnen vertrouwen. En daarover ben ik... Jij wist daar ook van dat dat zo was.
En was dat ook een van de redenen waarom je dacht, ik wil geen relatie met haar? Nee, niet bewust, maar wel omdat de vorige relatie op een beetje rare manieren allemaal liep. Jouw vorige relatie, ja. Ja. Had ik wel zoiets van, ja, ik heb daar echt niet nog een keer zin in. Nee, dat snap ik. En voor mijn gevoel ben ik daarin een van de meest trouwe personen die er is. Ja. Hey, en dat, ik heb het in het begin echt wel af en toe gehad, maar ik heb het wel dan vrij snel uitgesproken. Van hey, ik denk dit en dat te zien, ja. Wat jij doet met andere vrouwen, hoe zit dat? Ja. En waar mijn ex dan altijd boos werd, dan was het echt zo'n soort gaslighting, dat hij dan dacht, dat ging doen alsof het aan mij lag, terwijl het wel aan hem lag. Ging jij altijd heel begripvol ermee om, van oh, ik snap wel dat je dat denkt, maar ik leg het even uit. Ja. Dat deed je altijd echt super goed. En je liet, je hebt ook één keer gewoon echt een app helemaal laten lezen. Nou, en ik merkte dat sowieso, het was zo anders dan mijn vorige relatie. Mijn vorige relatie, mijn partner, die hield altijd zijn telefoon bij zich, weet je. En als hij verhalen vertelde, was dat alleen verhalen over... met mannen, weet je, hij sprak nooit over dat hij met vrouwen iets ging doen of en jij bent, jij vertelt ik gewoon een verhaal. Ik doe niks. Nee, maar voor jou, jij vertelt net zo goed als je, ik zeg maar wat, met een vrouw iets hebt gedaan of als je er les hebt gegeven of wat dan ook, dan met een man. En jouw telefoon slingert altijd overal. En dat geeft voor mij altijd gewoon aan, van ja, je hebt dus niks te verbergen. Want anders houd je hem wel bij je. Ja. En ik geef hem ook heel vaak aan je om dingen op te zoeken. Ja, precies. Wij zijn allebei inderdaad, als we bijvoorbeeld in de auto in de ene rijden, dan zeggen we, joh, bel die even of ik zoek dat even op. Of... Ja. Dus dan weet ik gewoon van, ja, je hebt niks te verbergen. Nee. Dus het vertrouwen is nu goed, maar van mijn kant heeft dat wel moeten groeien door ervaringen uit het verleden. Ja, en dat had ik alle begrip voor. Ja. Wat is jullie taal van de liefde? Nou, dit hebben we vooraf even besproken. Je hebt een boek, Vijf Talen van de Liefde. Ik heb hem niet gelezen. Laten we dat even voorop stellen. Hij staat wel op mijn lijstje. Die wil ik ooit nog wel lezen, denk ik. Want ik denk wel dat het heel veel inzicht kan geven. Ik heb het even opgezocht. Volgens mij zijn de vijf talen van liefde, volgens Google, samen zijn, bemoedigende woorden, hulpvaardigheid, cadeaus geven... en lichamelijk contact. En dat is dus de manier waarop jij liefde toont naar een ander. Nou ja, we waren het er vrij snel over eens dat wij in ieder geval niet in dezelfde liefdestaal zitten. Maar dat we dat dus ook weer heel goed begrijpen van elkaar. Dat we gewoon een andere manier hebben van liefde tonen. Ik zit denk ik echt in lichamelijk contact en bemoedigende woorden. Ja, sowieso lichamelijk contact. Ja. Maar ook echt, ik zeg vaker van, echt zo'n liefdesuiting in woorden, dat doe ik eerder dan jij. Ja. Jij doet dat over de app wel meer, ja. Maar in real life. Nee, ja, als ik het doe, vaker, dan doe je het wel terug. Ik zeg heel vaak hele lieve dingen tegen jou. Ik zeg altijd dat je er mooi uitziet. Ja, dat is wel waar. Ja. En ja, dat is wel waar. Dat je de beste bent en ik... Bedank je altijd ten zeerste als je lieve dingen voor me doet. Ja, dat is waar. Maar bij jou zit het denk ik meer in hulpvaardigheid. Ja. Dus als jij liefde naar iemand toont, dan ga je dingen voor iemand doen. Ja. En dat is heel irritant soms. Ja, dat was ook een vraag van... waarin botsen jullie het meest? Hulpvaardigheid geven als iemand het niet wil. Maar wij kunnen allebei heel erg, jij vooral denk ik, denken voor de ander. Dus... Ja, en ik wil al je problemen gewoon direct oplossen. Ja. Marloes die is, niet generaliserend, maar vrouwen die gooien vaak zeg maar alles wat ze... Waar ze mee zitten. Waar ze mee zitten op tafel. En mannen die denken dan, oké, we gaan ermee aan de slag. En een vrouw denkt alleen maar, geef me gewoon een knuffel en luister naar me. Ja. Dat loopt wel eens niet helemaal lekker bij ons. Ja, dan wil jij het oplossen en ik wilde het alleen maar vertellen. Ja. En dan denk ik, ja, als ik het niet kan oplossen, waarom vertel je het dan? Maar, ja, dat is hoe... Dat is denk ik echt het verschil tussen... Ja, ik weet niet, je kunt dat bijna niet meer zeggen, het mannelijke en het vrouwelijke brein.
Maar dat is wel zoals ik het voel. Nee, maar ik denk wel, als je het moet generaliseren, dat het inderdaad een beetje zo is. Ja. Dat heel veel mannen zoals jij denken en heel veel vrouwen zoals ik. Ja, dat denk ik wel. Ja, en jij zei net ook dat ik dat altijd op het verkeerde moment... Ja, echt. En dan lig ik in bed en dan denk ik, ik ga nu slapen. En wie komt er dan even met een partij gal wat eruit komt, jongen? En dan gaat mijn hoofd juist malen. Of ik heb Olivia naar de opvang gebracht en ik denk, ik heb nog een half uurtje om hier lekker nog heel even golf te kijken en een kopje koffie te drinken. Nee hoor. Maar je vrouw helpen is dan toch het mooiste wat je kan doen echt, op dat moment. Dan zit je dan echt op te wachten inderdaad, ja. Zeker als je niks kan doen, maar alleen maar ellende hoort. Maar jouw dag is sowieso helemaal volgepland wat dat betreft. Dus er zou ook geen handig moment zijn. Nee, dat is wel waar, ja. Dus daar botsen we. En denk ik het feit dat ik best wel plannerig ben en jij... Ja, maar daar ben je wel echt in gegroeid. Ja, daar ben ik wel in gegroeid. Voorheen kon ik echt niet omgaan met verandering. Terwijl bij Sven en zijn familie kan het... Dan je kunt de ene dag op vakantie gaan, maar de andere dag toch aan het werk blijven. Echt alles verandert 100 keer. En in het begin vond ik dat echt heel moeilijk. En hebben we daar ook wel eens ruzie over gehad. Ja, dat maar was nu... echt, dan moest ik tactisch gaan vertellen dat we toch wat anders gingen doen. Maar dan wist ik al hoe laat het was. Maar inmiddels is het helemaal goed. Dat soort dingen, dat soort kleine dingen. Grote dingen is nog wel een dingetje. Maar... Ja, maar ik kan jullie ook niet echt een voorbeeld noemen. Nee. Ik denk dat als wij botsen, dan is het dat de onzekerheid van een ander geraakt wordt. Dus een thema wat speelt bij een ander wordt geraakt. Ja. Dus bijvoorbeeld inderdaad als jij het gevoel hebt dat je niet kan helpen. Nou, of bijvoorbeeld als ik op de bank lig niks te doen en Meloes gaat stofzuigen. Oh ja. Dan voel ik me soort van schuldig dat ik niet aan het stofzuigen ben. Dus dan bied ik maar aan, ik wil wel stofzuigen. En dan krijg ik een beetje een bij de hand opmerking. En dan is dat niet per definitie als aanval bedoeld vanuit Meloes. Maar dat, zo voelt het wel, omdat ik me al schuldig voel dat ik niet eerst heb gezien dat er stof gezuigd moest worden. Ja, zo. Gestofzuigd moest worden. Ja. En dan, raakt het mijn ego en dan raak ik geïrriteerd. En dat is niet per definitie denk ik omdat ik dan heel erg geïrriteerd raak op Meloes, maar vooral op de situatie. Ja, omdat dus je eigen onzekerheid geraakt wordt. Ja. En daar zijn wij ons allebei best wel snel van bewust. Zo van, joh, jij hebt eigenlijk niet zoveel fout gedaan. Het was inderdaad mijn onzekerheid die het deed escaleren. Ja. Ja, en ik heb dat nog wel eens omdat ik het nog steeds af en toe dan moeilijk vind om toe te geven van, joh, ik heb het echt fout gedaan. Ik geef het toe. Ja. En dan denk ik dus, shit, ik heb het fout gedaan. En dan durf ik dat niet te zeggen en dan botsen we daarin. Ik weet niet waarom ik dat zo heel erg... Ik heb daar zo geen moeite mee. Nee, om je te hebt zeggen. Er totaal geen moeite mee. Maar dat ligt er ook in opvoeding, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb gewoon... ik heb best wel snel gewoon... Ben ik tot de conclusie gekomen dat ik gewoon niet perfect ben. Terwijl ik wel een hele erge perfectionist ben. Ja. Dus in mijn vakgebied vind ik het wel heel irritant als ik dingen verkeerd doe. Ja. En er zijn een aantal dingen waarvan ik echt paniek raak als ik dingen verkeerd doe. Maar er zijn ook wel heel veel dingen waarvan ik denk, ja, ik ben gewoon niet een heel perfect mens. Ja, dat is wat het is. Ja. En daarin, op de een of andere manier, bijvoorbeeld deze video's opnemen, doet me ook niet zoveel. Omdat ik denk van, ja, je luistert ernaar of je luistert er niet naar. Maar dat heb ik dus ook heel erg. En als je een rare commentaar wil leveren op iets wat jij hebt geluisterd, dan denk ik, ja... Zo, wat, ja, weet je, meer ik ken jou niet. Ja, precies. Ja. Dat heb ik ook. En ik hoef niet perfect te zijn voor iedereen. Nee. Dus, maar er zijn ook heel veel dingen waarin ik heel onzeker ben. Over bijvoorbeeld taal. Als ik dingen moet schrijven. Of, daar ben ik dan heel onzeker over. Ja. Sven is geboren in Zuid-Afrika. Die heeft daar 8 jaar gewoond. En op zijn 8e kwam hij naar Nederland. Maar dat is natuurlijk net zo. Want jij hebt eerst ook Engelse school gehad, toch? Tot je 8e? Of? Ja, ik heb tot mijn 8e eigenlijk alleen maar Engels gepraat. Mijn ouders praten wel Nederlands tegen ons. Maar als je de video's terugkijkt, dan praten wij Engels terug. Dus daar heb ik ook een beetje volgens mij leren schrijven en lezen. En toen zijn we in Nederland komen wonen en toen moest ik ook in één keer in Nederlands leren. Maar precies in de fase dat je zeg maar, het echt aan het leren bent. Ja.
ja, toen is het helemaal spaak gegaan volgens mij. En dan krijg je dyslexie. En, ja, dus ja, ik ben niet echt gemaakt voor school. Dus, nee. Nee. Maar goed, dus, maar dat is een beetje zij. Ja. De meest gestelde vraag is: hoe zorgen jullie dat je tijd voor elkaar hebt binnen een relatie met een kind? Ja, dat is een hele goede vraag. Waar wij bewust van zijn is dat tijd voor, tenminste waar ik me bewust van ben, is tijd voor elkaar kan ook samen met een kind zijn. Ja. Nee, dus ik denk als we met z'n drieën wat doen, dan doen wij ook heel vaak dingen die wij leuk vinden. Ja. Dat we naar Groningen gaan of zo. En daar vindt Olivia echt niet zoveel aan. Nee. Dus, maar ze gaat gewoon mee. Ja, precies. Dus en dan het is echt speelt niet dat zij bijvoorbeeld in een speelhoekje terwijl wij even zitten te kletsen. Ja. Nou ja, we zijn in ieder geval samen. Ja. Maar ik had hier ook even over nagedacht. Wij hebben er echt vanaf het begin af aan voor gekozen om allebei niet fulltime te werken. Ja. En ik ben echt aanzienlijk minder gaan werken omdat wij merkten dat we niet genoeg tijd voor elkaar hadden. Ja. Dus het is ook echt wel, kijk, wij zouden echt een veel hoger inkomen kunnen hebben als we meer zouden werken. Ja. En we kiezen daarvoor om daar vrede mee te hebben dat dat niet zo is, om dus tijd voor elkaar te hebben. Ja, en ik ben dus een hele tijd heel erg moe geweest. Dus ik kon ook gewoon niet fulltime werken en papa zijn en man zijn. Dat trok ik gewoon niet. Nee. Dus, maar we hebben, en we zijn er ook, weet je, altijd als een van ons de behoefte heeft om tijd met elkaar te hebben. Als we merken van ja, we leven gewoon langs elkaar heen. Dan spreken we dat uit en dan plannen we echt, bijvoorbeeld op een opvangdag van Olivia, plannen we dan een middag of een dag vrij. Dat hebben we best wel vanaf het begin al gedaan, dat we dan even een dagje samen weggingen. En echt niet vaak, ik denk dat we dat in heel totaal in die 2 jaar vijf keer hebben gedaan. Zoiets. Of dat we bijvoorbeeld zeiden, joh, wij hebben vakantie, maar Olivia gaat wel naar de opvang. Ja. Ja, en we hebben dus af en toe uit eten. Ja, maar dat hebben we echt maar 2 keer gedaan, denk ik. 3 keer of zo, ja. In 2 jaar. Ja. 2 of 3 keer, dus dat is date night. En wat we heel erg bewust voor hebben gekozen is Olivia relatief vroeg naar bed brengen. En dan accepteren dat ze vroeg wakker wordt, dat we toch de avonden vanaf 1 uur of 7 zijn we meestal wel samen. Ja. En dan ga ik vaak wel sporten. Ja. Maar dat we zijn sowieso 3 tot 4 avonden in de week wel vanaf 7 uur. Nou ja, wel maar, samen. Niet echt samen, want jij kijkt iets, ik kijk ook iets. Ja. Maar soms zeggen we ook wel van joh, we gaan even wat samen kijken bewust. Of we gaan even uitgebreid snacks eten. Of, ja, dat doen we ook heel af en toe als we daar echt aan behoefte aan hebben. Dat is echt ons ding. Dan gaan we zo'n spelletje doen waar je elkaar vragen stelt. Ik heb zo'n spel liggen van open kaart. Tegenwoordig heb je ook Dieper trouwens van Elise Boers. Die staat wel echt op mijn lijstje nog om die misschien te kopen. Maar ook online heb je heel vaak van die vragen. Jij downloadt dan van die apps of zo. Of je zoekt het online. Nee, dat is wel leuk, van die hoor. Vragen die je elkaar kan stellen. Die je elkaar anders misschien niet stelt. En dan kom je toch echt tot diepere gesprekken. Dat is echt ons ding om dan te gaan doen op zo'n avond. Want Sven houdt niet zo van spelletjes. Ik wil altijd wel spelletjes doen, maar... Maar ook niet echt, hè? Nee, ik ben ook niet echt een spelletjesmens. Nee, jij denkt, je hebt meer het idee van spelletjes. Ja. Dat is leuk. Ja, maar ik denk... En jouw ouders hebben een paar keer opgepast. We hebben het wel gepakt. Ja, we hebben 2 keer inderdaad hebben mijn ouders een nachtje opgepast. Dat wij een nachtje in een hotel waren. Ja. Maar dat is dus ook... Ja, het is echt niet vaak. Maar we hebben wel echt quality time als het zo is. Ja. Dus... Ja, dat. Zeker. En dat is voor ons voldoende. En anders dan praten we daar dus over. Ja. En hoe zorg je ervoor dat je me-time hebt? Dus tijd voor jezelf, echt alleen. Nou, ik heb daar vooral heel veel behoefte aan. Marloes ietsjes minder. Iets minder, met fases. Ja. Maar ik heb dus in theorie de donderdagmiddag vrij gepland. Ja, we merkten dat op een gegeven moment... Voor de human design freak Sven is een manifester. En manifestors hebben echt vrijheid nodig. Dus toen we daarachter kwamen, toen vielen er ook heel veel puzzelstukjes op elkaar. En toen heeft Sven ook, dat vond ik wel heel knap, dat jij toen aangaf van joh, we hadden allebei Sven had 2 papa dagen, ik had 2 mama dagen. En Sven heeft toen aangegeven, ja ik trek dat gewoon niet. Want je bent 4 dagen aan het werk, 2 papa dagen en dan 1 dag met z'n drietjes. Maar ja, die is dan ook soort van heilig. Ja. En jij had zoiets, ja, ik kan nooit iets voor mezelf doen. Ik werd een beetje claustrofobisch. Ja. Dus dat vond ik wel heel fijn en heel knap dat je dat toen aangaf. En toen heb ik gezegd van, joh, ik ga dus nog minder werken.
En dan pak ik de donderdagmiddag van jou over. En dan kan je elke donderdagmiddag gewoon iets voor jezelf doen. Nou is dat ook vaak dat we dan even wat met z'n drietjes gaan doen. Maar gewoon alleen al het feit dat het kan, ja, geeft jou denk ik heel veel vrijheid. Ja, en ik heb dus 2 weken geleden te horen gekregen dat ik inderdaad slaapapneu heb. Dus al ik weet niet hoe lang slecht slaap. Dus ik was ook echt moe, gewoon altijd. Dus ik merkte ook gewoon dat als het zondag was, dat ik ook echt niet zoveel zin had om meer dingen te doen. Weet je, het liefst lag ik gewoon op de bank niks te doen. Dus toen dacht ik van, nou, dat komt omdat werk en alles bij elkaar een beetje zwaar is. En human design erbij, ja, is het voor mij wel heel lekker om gewoon vrijheid te hebben. En dat... Dus nu kan je het wel beter aan sinds je dat apparaat hebt voor je slaapapneu. Kan je het echt wel beter aan met Olivia. Ja. Maar alsnog, kijk, wij hebben dat allebei wel. Kijk, ik zie vaak eerder dat jij tijd voor jezelf nodig hebt. En jij ziet eerder dat ik tijd voor mezelf nodig heb. En dan stimuleren we elkaar daar wel in. Ja, en we gunnen elkaar ook enorm. Ja, we hebben echt nog nooit in onze relatie gehad dat ik jou verwijt van, oh, ga je alweer weg? Of dat jij dat mij verwijt. Ja. En ook bijvoorbeeld, ik ben ook wel... Ja, weet ik nog heel goed. Oh jee. Wil je erover praten? Ja, was toen we net die baby hadden, net Olivia. O jee. Toen ging ik boksen. Ja. Toen trekte ik de deur te hard dicht. Toen kwam ik thuis. En toen zat de vrouw hier in tranen. En die was me toch even een... En jij ging boksen en ik met die huilende baby. En ik wil ook gewoon wat. En vanaf dat moment heb ik nog nooit meer die deur te hard dicht getrokken. Ja, dat is niet helemaal waar, want laatst was het de laatste paar keer gebeurd ook. Maar nu wordt ze daar niet meer wakker van. Maar in het begin, elk geluidje werd Olivia wakker van. Dus dat was de enige keer dat ik weet dat jij mij verweten Verweten. Maar nee, anders niet hoor. Nee. Nee, terwijl we ook, ik zeg ook wel eens tegen jou van, joh, ga dan een nachtje in een hotel. Weet je, als we bijvoorbeeld afspraken hebben verderop in het land. En dat zeg je ook tegen mij. Of dat je dan zegt, we stimuleren elkaar daar juist heel erg in. Ja, want ik wil, dat is wel echt, hoe heb je een sterke relatie, is ook gewoon je eigen leven leiden. Ja. Dus je moet niet je hele leven willen opofferen voor de ander. Dat werkt gewoon echt niet. Maar, daar moet ik wel bij zeggen, zoals Sven heeft nu, je hebt maandagavond gebokst. Gisteravond gebokst. En eigenlijk wilde je vanavond weer. En dan check je wel even bij mij. Van, is dat oké? Of heb je liever dat ik thuis ben? Want dan moet je het eerlijk zeggen. En dat vind ik wel heel fijn. Dat jij er niet van uitgaat. Van oké, ik kan gewoon 7 dagen avonden in de week weg zijn. En dat vindt Marloes maar oké. Nee, je overlegt het wel altijd. En ik heb daar geen problemen mee op dit moment. Maar er zijn ook wel eens fases geweest dat ik dan zei, nou, ik vind het wel leuk om even ook met z'n tweeën te zijn. Ja. En dat is wel bespreekbaar ook. Zeker. Dus zo. Dus, maar we stimuleren elkaar dus heel erg in me-time. Ja. Ja. Ik heb nog 2 vragen. Het is wel een hele lange video. Ja, leuk hè? Oké. Vind je het te lang? Ja, ben je er klaar mee? Oh. We hebben nog 2 vragen. Is jullie relatie veranderd sinds Olivia? Ja. Ja. En hoe? Minder spontaan. Ja, je moet alles plannen. Alles moet gepland worden. Je hebt minder tijd voor elkaar. Minder tijd voor elkaar. Maar ook alweer een verrijking. Het is niet alleen maar negatief. Tuurlijk, er zijn dingen waarvan je denkt, ja, dat is makkelijker zonder kind. Maar ja, hoe leuk is het als je gewoon op een mooie zondagmiddag... naar een random plek gaat en het gewoon geniet met z'n drieën. Wij hebben laatst bijvoorbeeld, zijn we gaan picknicken in het Noorderplantsoen. Nou, dat zouden we eigenlijk zelf nooit doen. Nee. En de blijdschap die je daarvan krijgt op dat moment, dat is zo groot. Ja. Ja, dat is wel echt, weet je, wij houden er ook heel erg van om bijvoorbeeld met z'n drietjes naar een speeltuin te gaan. Of naar een pretpark, maar ook bijvoorbeeld naar het bos. Nou, we gaan nooit naar het bos, maar... bewijzen van om iets te doen, omdat we daar nu veel meer plezier uit halen, omdat Olivia erbij is. Ja. Maar we gingen bijvoorbeeld voorheen vaker weekendjes weg.
Ja, wij gingen echt vaak in even een nachtje hotel. Ja, en, dat doen we veel minder. We gingen echt wel regelmatig bijvoorbeeld even een dagje shoppen. Ja, samen. Dat doen we eigenlijk ook nooit meer. Doen we heel weinig meer. Maar echt in de kern, ik denk ook dat wij heel erg gegroeid zijn sinds we Olivia hebben. Ook doordat we zoveel aan onszelf gewerkt hebben. Dat we veel coaching hebben gedaan. Ja, als ik nu kijk naar de persoon die ik nu ben ten opzichte van de persoon 4 jaar geleden. Dat is heel anders. Dat is niet te vergelijken. Nee. En in de kern word je niet anders, maar het is gewoon meer dat je je eigen thema's kent. Je eigen valkuilen kent. Meer, ik waardeer mezelf meer. Ja, maar daardoor ook. Ja, waardoor ik minder moeite heb met andere dingen. Ja, en we ook kennen elkaar beter. Ja. Ja, dus coaching, zelfontwikkeling, persoonlijke groei is daarin heel belangrijk geweest voor ons, denk ik. Ja, zeker. Maar de relatie is dus zeker veranderd. Ja, tuurlijk. Dat kan niet anders. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen, voor iedereen die twijfelt of je kinderen wil hebben. Voor ons is dat echt, zeker voor mij, een hele, hele, hele overwogen beslissing geweest. En nog weet je niet waar je aan begint. Nee. Niemand kan het je uitleggen. Het is niet te bevatten in het begin. En dat is voor mij vooral een hele grote schakel geweest. Want ik had gewoon vrijheid, blijheid in het leven. Ik was 3 dagen in de week volledig vrij voor mezelf in te vullen wat ik wilde gaan doen. Naar geen enkel moment voor mijn gevoel alleen zijn. Want Olivia is ook nog een heel aanhankelijk meisje. Wat heel leuk is, maar ook soms heel vermoeiend is. Ja. Nee, ze zit het liefst op schoot. Ja, en ik merk gewoon dat ik soms eventjes een moment heb van, joh, laat me maar gewoon even met rust. En want ik merk zelf ook wel, bijvoorbeeld als ik thuis kom, dan ben ik heel erg van, oh Olivia, kusje, 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 knuffel. En dan Meloes, oh ja, kus. Weet je, ik denk dat het voor Meloes ook een soort van wennen is geweest, dat veel van mijn energie, wat er niet heel veel was, opging aan Olivia en ik dan s'avonds op de bank lag en dacht van, ja, nu is het wel prima. En dan was Meloes van, ja, ik ben er ook. Maar als je dan nu terugkijkt, hè, zou je dan weer de beslissing hebben gemaakt om aan kinderen te beginnen? Als ik nu terug mocht gaan naar mijn 19e, dan had ik echt veel en veel bewuster geweest van het feit hoe vrij en hoe makkelijk het leven was geweest. Ja. En dan had ik de keuze echt wel nog een keer gemaakt. Alleen dan had ik dus totaal anders geleefd tot het moment dat ik de keuze zou hebben gemaakt. Ja. Dat is hoe ik het zou hebben gedaan. Ja, precies. Met de wetenschap die ik nu heb. Ja. Oké, de laatste vraag. Hebben jullie een monogame relatie? Nou, Meloes vroeg deze vraag net in de zin van echt een vraag. Dus ik zei, ja, voor zover ik weet wel. Dus heb jij iets op te biechten of niet? Ik weet niet of het thema te persoonlijk is voor je of dat je het wil bespreken. Nou ja. Maar we hebben besloten het wel te bespreken. Want alles is bespreekbaar bij ons. Ja, alles. We zijn zo perfect. Dat is niet waar trouwens. Nee, niet waar. Nee, dat is echt vooropgesteld. Wij zijn verre van perfect. Ja. Maar we zijn wel perfect voor elkaar. Ja. We doen het goed samen. Ja. En we hebben echt onze issues en zo. Maar we hebben hier de laatste jaar, denk ik, best wel kan veel. Kan zo uitrollen, weet je wel. Zo'n tekenfilm. Perkamentrol. Ja, precies. Ja. Dus ik, hè, niet jij. Bij jou staat mijn dingetje. Nee, dat is niet waar. Maar we hebben hier de afgelopen jaar, denk ik, best wel veel over gepraat. Ik was vroeger echt zwart-wit. Heel monogaam en... Dan was het echt... Als je ook maar naar een man kijkt en je denkt, oké, dan ben ik weg. Ja, precies. Zo radicaal. Ik was sowieso heel radicaal in gedachten, hoor. Ook nog steeds wel redelijk. Je bent nog steeds best wel radicaal, ja. Voor mij is het echt zwart en dan wit. En er zit geen grijs gebied in. Nou, misschien één dun lijntje nu. Ja, dat lijntje wordt steeds dikker. Ja. Maar dat is echt een van mijn grootste valkuilen, ja. Zwart-wit denken. Ja. Maar hier ben ik dus inderdaad iets milder in geworden. En ik heb datzelfde boek gelezen. En dat wordt heel erg benadrukt dat het
een keuze moet zijn om samen te zijn en niet een verplichting vanuit over zijn getrouwd. Dus we blijven maar samen. Daar geloof ik niet in. Ik denk ook niet dat dat gezond is voor enig persoon. Ook niet voor kinderen als mensen kiezen. En nogmaals, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Ik val niemand aan. Maar ik denk persoonlijk dat het gewoon niet heel gezond is om ongelukkig te blijven. Omdat je getrouwd bent en voor de wetten het... Ja, dat je elkaar beloofd hebt om bij elkaar te blijven. Ik denk dat geluk voor alles gaat. Ook voor het geluk van een ander op dat moment. Want je zult merken, als je zelf gelukkiger wordt, dan kun je een ander ook meer geluk geven. Ja, en ook dus je kind. Ook je kind, ja zeker. Ik denk inderdaad dat een kind gelukkiger kan zijn met gescheiden ouders dan met ongelukkig getrouwde ouders. En dat zou op korte termijn natuurlijk niet zo zijn, want het is natuurlijk echt een enorme klap. En een kind wordt er heel onzeker van en krijgt van allerlei trauma's. En daar ben ik me ook heel erg bewust van. Alleen in de lange termijn kom je dus wel in een gezin met twee gelukkige mensen. En dat is uiteindelijk wat je een kind denk ik mee wil geven. Is dat, waar ben je op de wereld voor gekomen is om gelukkig te zijn, ga ik vanuit. En niet om een ander gelukkig te maken en zelf ongelukkig te zijn. Nee, dus... En ik denk voor sommige mensen om hun relatie te kunnen redden, is stoppen met monogamie een optie. Ja. En een hele legitieme optie. En zeker misschien als je al 50 jaar een relatie hebt en een beetje dood doet. En je op je 75ste denkt. Moet je wel jong met een relatie zijn begonnen. Je weet het niet, hè? Je prime kan nog komen. Of je hebt al 20 jaar een relatie en je denkt in je midlife crisis van joh, is dit het nou? Ik hou eigenlijk wel heel veel van mijn vrouw, maar... Ik wil toch eens rond. Ik wil toch eens rondkijken, maar ik wil eigenlijk mijn vrouw niet kwijt. Dan denk ik wel dat het gesprek er moet kunnen zijn. Nou, zo staan wij er heel erg in. Van joh, we hebben er nu allebei geen behoefte aan. Maar we hebben wel naar elkaar uitgesproken van joh, mocht die behoefte om wat voor reden dan ook komen. Dan hopen we dat het gesprek in ieder geval mogelijk is. Van joh, laten we daar samen naar kijken. Want we zijn dus, ik vind het niet zo mooi aan het huwelijk dat je dus echt elkaar per se belooft tot de dood ons scheidt. Maar ik zou er wel zeker voor willen vechten. Weet je, als onze relatie niet goed loopt, dan zou ik niet gelijk zeggen van oké, doei, ik zoek een ander. Maar dan zou ik wel eerst dingen als inderdaad gesprekken met elkaar, probeer het eens met een ander of relatietherapie of wat dan ook. Ik zou denk ik beginnen met relatietherapie. Ja. Probeer het eens met een ander, kan een beetje het kat op het spek binden zijn. Ja, de batterij is leeg. Ja. Maar goed... We zijn dus nu monogaam, maar we sluiten niet uit dat het ooit anders wordt, al verwacht ik het eerlijk gezegd niet per se. Nee, wat ik al zeg, ik vind het mooi om een keuze te hebben en dat je gewoon bewust kiest van joh, ik wil monogaam zijn. Dat is de keuze die wij nu maken. Ja. En elke dag kiezen we weer van joh, ik wil bij jou zijn en jij wilt bij mij zijn. Ja. En niet omdat we verplicht zijn, omdat we getrouwd zijn. Nee. Dat is mooi om af te sluiten, hè? Ja. Ja. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je nog steeds kijkt, respect. Ja, zeker weten. Ja. Als je ideeën hebt voor andere video's, laat ons weten. We gaan sowieso een proefvideo doen. Ja, dat sowieso, onder andere. Ja, en ik denk ongeveer één keer per week of zo, een video samen. Ja, ik denk dat het wel moet lukken. Oké. Nou, dankjewel. Dus, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Let me know. Tot de volgende keer. Toedels. Doei.